Alles wat er bij de Laplace binnenstaat is verkocht. Misschien vervelend voor de medewerkers van Laplace, maar het biedt ook nieuwe kansen. Dus ja, ik ga voor mezelf beginnen een bakkerij en ik heb een warmoplaatje gekocht ervoor. Het was een koopje. Dus. Ja, wat heb je ervoor betaald? Ik heb er 112 euro voor betaald. Dus, en normaal kost hij 800 euro. Dus. En dit was niet de enige koopjesjager. Deze tafel gaat compleet met stoelen en lampen weg voor 1200 euro. Maar dan zit dan 10 krukken bij, de verlichting bij. Dus dat is voor ons dus in één keer compleet. En het hoort ook een beetje bij elkaar, want ja, creatief zijn we niet. En dit past gewoon een beetje bij elkaar. Dus voor ons zit het helemaal perfect. Het zijn niet alleen bedrijven die hun slag slaan. Ook opa's en oma's zijn er als de kippen bij. Deze ging weg voor 50 euro. We gaan het thuis opstellen. En op het moment dat de tweeling van mijn zoon er is, dan mogen die hier aan gaan spelen. Is het ook een beetje nostalgie nog? Zeker, zeker. Nostalgie. We kwamen hier vaak bij Laplace en vonden het wel leuk om ook iets te hebben van het oude Laplace. Waar gaat de stoel naartoe? Naar Roosendaal. Ja, ja, dat is zeker onze zoon. Die wou nog een stoel hebben voor zijn vader. Die om het weekend op visite komt. Dus zodoende. Ja. Zijn vrouw sputte er wel wat tegen, maar het is toch gelukt. Ja. Oké, okay. Bedankt.